Ik ben helemaal blij, want... Het is donderdag en ik ben de computer al aan het opstarten. Vanuit school hebben ze videobellen met de kinderen en Sarah heeft zo'n afspraak. Dus ik denk dat is leuk om op de telefoon, gewoon op de computer. Dat is gewoon wat groter in beeld, dus dat ga ik even klaarzetten. En Sarah is aan het aankleden, dus dan staat het zo helemaal klaar. Oké, ik ga nu downloaden. Het is via Zoom. En even kijken. Dan moet ik hierop inloggen. Oké. Heel erg benieuwd. Ik heb het nog nooit eerder via Zoom wat gedaan. Nooit nodig gehad. Dus terwijl heel veel mensen zijn er natuurlijk mee bekend. Het is misschien wel handig. Oké, dit is even heel raar. Hier staat dat het 2:10 is. Maar hier staat dat het over 10:50 heeft. Dat is echt heel raar. Wat moet ik daarmee doen? Even kijken. Ja, dan moet het zo blijven staan, denk ik. Dan zal ze vanzelf die oproep krijgen, denk ik. Daar ga ik maar vanuit. En gelijk de vlog, die heb ik gisteren wel geëdit, maar nog niet gerenderd. Dus die ga ik ook gelijk aanzetten. Dan kan mijn computer dat allemaal in één keer. Zo, mijn telefoon ploft. Ik heb er even niet op gekeken. Ik heb 88 apps, maar één is een groepsapp waarvan heel veel... Nou, dat ging weer niet zoals het moet. We zaten 10 minuten van tevoren klaar, want het was op afspraak. En ik zat gezellig te kletsen, maar er kwam er niks, En toen een half uur na tijd nog niks. En ik had ook naar de mama's geappt. Er zat nog iemand te wachten, ook niks. Dus het is helemaal fout gegaan. Dus ik heb net een e-mail gestuurd. Dat we nog steeds... Dat er gewoon, ja... Er stond de hele tijd dat er nog een meeting bezig was, maar ja. Ik heb ook geen reactie gekregen. Oh, wacht, iets anders. Droevig bericht. Oh, dat is iets heel anders. Ik weet waar dit over gaat. Oh. Heel snel. Maar goed. Ja, dus maar afwachten of ik iets van hiervoor. Zoals nee, ze had er zo'n zin in. En... de andere klas was gisteren allemaal goed gegaan. En nu, ik weet niet waarom. Hij staat beneden op de laptop nog steeds open. Maar ja, ondertussen al bijna 1,5 uur geleden. Ik heb wel de was net opgehangen. En ik ga even kijken op mijn to-do-list wat ik nu ga doen. En ik moet ook die plantjes echt in de tuin zetten. Ze staan gewoon in pot in de aarde hoor en ze hebben water. Maar ik loop dat uit te stellen. Ik heb daar geen zin in. Ik heb daar echt een hekel aan. Maar kijken, was ophangen, eraf. Zal ik die plantjes nu dan gaan doen? Ik weet het niet, uitstelgedrag echt. Ik ben helemaal blij, want, nou is nog groot ook, ik zet hem net neer. Ik heb mijn foto's binnen, het is echt een grote doos, maar ik heb een paar iets grotere foto's besteld. Dus ik kan weer verder, maar ik denk dat dat van het weekend wordt.
heel misschien een klein stukje vanavond. Maar ik was nu met wat andere projecten bezig. Oh, en de plantjes staan in de tuin. Met dank een beetje aan de niet hoor, want ik kon mijn schepje niet vinden in de scheur. Schuurbrem staat ook op de lijst. Dus die kwam in de schepje. En toen was ik bezig, maar ik ben echt alles behalve tuinierder. Toen zei Denise, kom hier, babababab, en de plantjes stonden. Dus twee van mij en Sarah had een plantje natuurlijk gekregen gisteren. En die staan nu in de tuin. Sarah ligt in bed en ik had eigenlijk geen zin om het zo in te gaan plakken. Maar ik heb wel deze hele leuke lijst. En daar heb ik allemaal fotootjes in. En die kan je ook, dat wil je natuurlijk niet zo helemaal verplaatsen. Maar die ben ik elke keer ook aan het updaten. Dus dan haal ik er oude foto's uit en dan gaan er nieuwe in. Dus ik denk nou, ik had een paar foto's daarvoor afgedrukt. Ik denk dan ga ik die wel gelijk even eruit halen. En dan in mijn huis doen. Dat vind ik wel heel leuk en dat kan nu wel. En dan haal ik de eerste drie foto's al eruit. Ik weet hoeveel ik ongeveer moet. Ik ben zo blij dat ik dit snijding heb geleend. Het scheelt echt zo verschrikkelijk veel met knippen. Het gaat zoveel netter en makkelijker. Daar tot daar. Dus, ik vind het wel weer leuk. Allemaal gewoon weer andere foto's erin. Weer helemaal up-to-date. Een klein randje af. Het is wel precies op maat. Zo, hij piept. Waarom weet ik niet, maar hij piept heel erg nu. Dus, nou, dit ga ik even doen. Toen ging de avond weer anders dan verwacht. Ik kreeg via een vriendin slecht nieuws. Ook weer over iemand die ziek is, geen corona. Maar het is niet heel erg goed. En dat raakt me best wel heel erg. Dus dat nam mijn avond wel even in beslag. Dus en ik gun het ze allemaal zo niet, zeg maar. Maar ja, je kan er zo weinig aan doen. En nu al helemaal, want... Weet je, je kan ook niet zeggen, kom, we gaan even uit, we gaan even naar de spa of even iets voor afleiding doen. Dat kan allemaal niet. Dus dat is echt zo vervelend. En ik kan er verder niet zoveel over zeggen. Het is gewoon rot. Hé, hi. Vind je het ook zo rot? Ja, het is niet leuk, hè. Dus ja, ik heb gewoon echt een rot gevoel erdoor. En wat zoiets als ik me dan al zo voel. Dan kan je niet eens begrijpen hoe het voor een ander is. Maar dat is zoveel heftiger dan nog. En ja, ik probeer dan altijd te denken hoeveel heftiger. Maar ja, daar kom je gewoon niet eens bij. Dat vind ik altijd een hele absurde gedachte. Ik ga denk ik gewoon maar even tv kijken. En dit had ik net daarvoor al gedaan. Ik probeer in de tv mijn gedachten eraf te krijgen. Of als dat helpt. Oké, dat hielp dus niet echt. Mijn hoofd laat zich gewoon heel slecht afleiden. Volgens mij is vandaag sowieso een rare vlog. Vandaag liep ook gewoon alles een beetje raar. Maar goed, ja, die dagen zijn er ook bij. Ik hoop dat het toch ergens nog een beetje een leuke vlog was om te kijken. Ik wil je in ieder geval wel bedanken dat je gekeken hebt. En ik hoop je morgen wel weer te zien. Doei doei! Thank you.